Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ga zo even lekker ontbijten en daarna wil ik heel graag een Get Ready With Me opnemen. Want dat zeg ik al zo lang. Maar ik heb vandaag eigenlijk overdag niet zoveel te doen. Dus ik heb met mezelf afgesproken dat ik het vandaag ga opnemen. Dus ik heb mijn wimpers al opgeplakt. Dus ik hoef alleen nog met mijn make-up te doen. Want ik vind wimpers voor de camera, dat vind ik een beetje lastig. Ja, dat is het eigenlijk. Ik ga even snel ontbijten en dan zie ik jullie straks weer. Ik heb lekker een bakje Griekse yoghurt. Ik heb munthee. Ik heb water. Gembershotje. Die moet ik nog wel even door elkaar heen schudden. En vitamintjes. Ik heb er zin in. Ik heb heerlijk gegeten. Ik zit echt goed vol. Even kijken. Ik wou nu eigenlijk een serie kijken op Netflix. Maar dat gaat hem echt niet worden. Want ik heb met mezelf gewoon afgesproken dat ik vandaag andere dingen ging doen. Dus ik ga gewoon zo starten met mijn video. Voordat ik het ga doen ga ik even... Ja, jullie gaan weer even schrikken. Want ik zei dat ik het nooit meer ging doen. Maar ik ga dus weer zelfbruinen opdoen. En ik ga dit keer gewoon helemaal volgens de regels doen. Dat ik geen vlekken, helemaal niks krijg. Want het blijft gewoon een betere optie dan zonnebank. En zonnebank heb ik al eeuwig niet gezien. En dat wil ik ook eigenlijk echt zo houden. Dus ik ga toch weer voor een zelfbruinen. En dat ga ik dus nu doen. Ik ben benieuwd of het goed uit gaat pakken. Maar ik hoop het eigenlijk wel. Want vandaag is het echt zo'n lekkere dag met heel veel zon. En ik heb echt gelijk al zin in de lente. En dan denk ik eigenlijk alleen maar aan één ding. Ik wil gewoon bruin worden. Ik gebruik dus altijd deze handschoen. Maar ik heb hem laatst gewassen. Maar als je hem even niet gebruikt, komt er gelijk stof op. Dus wat ik dan doe, is gewoon met die kledingroller zo eroverheen gaan. En dan is die weer heerlijk schoon. Want ik wil echt geen fouten dit keer maken met zelfbruinen. Ik wil gewoon een perfecte kleurtje. Oh, ik ben helemaal ready om mijn video op te nemen. Ik heb me helemaal ingesmeerd met bruiningscreme. Dat zie je nu echt heel erg goed. En volgens mij is het echt heel goed gelukt. Maar nadat ik mijn make-up heb gedaan. Ik heb echt weer last van een slechte huid, man. Moet ik het even een beetje af gaan spoelen met warm water. En dan heel zachtjes deppen met de handdoek. Ik ga nu beginnen met mijn video. Ik zie jullie straks weer. Ik ben net klaar met filmen. En deze look komt dus binnenkort online. Ik weet niet of die al online staat als deze vlog erop komt. Volgens mij wel. Ik ga even deze troep hierachter opruimen. Nog wel even kijken wat ik hieronder aan moet doen. Want ik heb nog enkel de trui aan, zeg maar, met de pyjama. En ik wil denk ik hier toch een spijkerbroek onder. Lijkt me echt het leukst. En dan vertrek ik richting Nessie. Want wij gaan even lekker samen eten. En daarna wil ik sporten, denk ik. Misschien ga ik vanaf nog naar België, maar dat zie je allemaal vanzelf wel. Ik ga me snel even omkleden en dit opruimen. Ik heb net alle rotzooi opgeruimd die op de tafel stond. En ik denk dat ik nu even live ga, want ik ga echt bijna nooit live. En ik heb nu best wel veel tijd over, want Nessie heeft nog een afspraak. Ik denk dat ik nog een uurtje moet wachten. Dus ik ga gewoon even live. Het lijkt me wel eens weer leuk. Zo, ik ben zelfs vergeten hoe je live gaat. Zo, ik ben net live geweest en inmiddels is het al bijna donker. Ik heb ervoor gekozen om gewoon deze broek eronder aan te doen. Ja, ik vond het gewoon lekker makkelijk en het zit lekker. Ik heb wel spijkerbroeken, maar die zitten gewoon niet zo lekker. Dus dan heb ik gewoon liever deze broek. Ik ga even snel mijn katjes voeren. Dan moet ik echt heel snel vertrekken, want ik ben net gebeld door Nessie wanneer ik er nou aankwam. En ik was dus live. Ik was even vergeten. Ik was de tijd een beetje vergeten. Dus ik ga nu even mijn katjes voeren. Ik zie jullie troep erachter. Niet normaal, hè. Ik kon net nog maar 10 kilometer of zo rijden. Dus ik ben maar gestopt bij een tankstation om te tanken. En als er iets is wat ik op dit moment haat, is het gewoon tanken in deze kou. Jongens, het is toch echt niet te doen. Gewoon fucking koud. En ik heb ook geen jas mee, want ik zo'n dikke trui aan heb. Want ik weet, als je dan zeg maar echt ergens gaat eten of ergens naar binnen gaat, dat je helemaal gaat... Wow. Zo. Die vrachtwagen reed echt heel eng de berm in. In ieder geval... Ik weet dat ik het dan heel warm krijg op een gegeven moment. Dus ik heb maar geen jas aangedaan. Maar als je moet tanken, is dat natuurlijk een ander verhaal. Ik ga even snel mijn vlogcamera weg doen. Want dat is niet zo'n goed idee natuurlijk. Ik ben nu aangekomen bij het kantoor van Nessie. En Nessie komt eraan. Ness, ga je me helpen met file parkeren? Ik sta kapot scheef. Stap uit, ik doe wel.
We hebben net heel spannende gesprekken gehad. Ja, dat dacht ik dus ook. Want je hebt het verkeerd gepakt omdat je zo erg in je gesprek was. Nee, ze heeft dus vandaag allemaal afspraken gehad. En heeft zelfs een auditie gedaan. Hij heeft gewoon heel veel leuke dingen gedaan. Maar hij is me even aan het vertellen hoe alles is gegaan. Dus hij was heel enthousiast, maar hij is nu helemaal verkeerd geparkeerd. Wij zaten bij die andere eten. Ja. Maar wil je nu gewoon hier naartoe? Kan ook wel hoor. Ik vind het allemaal goed, want ik krijg toch hetzelfde. We gaan nu bij Meram eten, dus blijkbaar. We worden echt bij een andere Turk. Snap het niet. Moest die uit, hè? We zouden eerst naar een andere Turk gaan, maar Nesim is per ongeluk gaan parkeren bij Meram. Gewoon op automatische piloot. Dus ja. Ik ben het zo gewend. Wil je even je parking aan Turk hebben genoemd? Heb je zo altijd. Zeker. Wat ik mijn parking aan doe? Oh ja, je hebt mij al. Naast dit wist ik je wel echt heel erg. Nee, maar is echt zo. Voor Nes. Ik wil gewoon knuffelen met jou. Maar ik mis je laatst ook heel erg. Weet je wat ik laatst echt heel lekker vind? Ja. Zo op de bank zo liggen zo. Ja, en ook in elkaar. Netflix kijken. Vind ik ook leuk. Niet eens Netflix kijken, gewoon slapen. Gewoon. Zo, in elkaar. We zijn nu bij Meram en wij zijn nu een keer bij Meram in Rotterdam-West. Daar zijn we echt super lang niet geweest. En vroeger kwamen we hier altijd omdat we echt hier echt een straatje verder woonden. Nou ja, eigenlijk woonden wij gewoon in de straat, hè. We waren hier letterlijk elke dag. Wij woonden hier 100 meter vanaf. Ja, we kwamen hier gewoon elke dag alleen maar om soep te drinken met brood. Dat vonden we zo lekker en ik was echt blij om het te maken. Dus we waren hier echt vaste gasten, die mensen kenden ons gewoon ook helemaal. Maar ja, we zijn weer na een lange tijd in de West. Ik zeg eerlijk, de vorige keer toen we meer dan gingen, had je het geplopt. Ja, in Zuid, of in Amsterdam, ja? Die was wel goed, man. Ja. Maar die was echt goed. Maar ik vind daar sowieso leuk, zo aan het water. Shisha, ja, alles erop en eraan. Ja, ik vond het echt een heel leuke vestiging. Eigenlijk heel stiekem wou ik vandaag weer bij Spirit eten, die vegan bar. Ik ben echt zo'n gewoonte dier. Ik wil dan gewoon weer eten, maar ik wist dat jij niet wou. Toen ik Nesim belde en Nesim zei van, ja, waar gaan we eten? Terwijl hij wist dat ik eigenlijk daar wou eten, wist ik altijd niet wou. Twee redenen. Ja. Eén, ik vind eten is prima, maar niet heel lekker naar mij doen, dan omdat ik geen vegan ben. Ja, en ik kan geen vlees eten. Ik vind het gewoon te duur. Ja. Maar wat? Jullie, we hebben dit van het huis gekregen, maar het is echt best wel pittig. En met brood is het echt super lekker. Maar ik mag dus geen brood en ik eet het gewoon zo leeg. En mijn tong staat in brand, jongens. Maar ik vind het heerlijk. Nou, jongens, dit is mijn bord. Ik dacht, ik mag toch geen rijstbrood en zo. Dus geef mij gewoon maar kuftellos. En met choupan salata. Zo, wij hebben heerlijk gegeten. Ik heb Nesim even afgezet op kantoor. Ik moet nu alleen kattenvoer ophalen voor mijn. Kattenvoer halen voor mijn lieve katjes. Ik heb net een maskertje opgedaan. Ik ben trouwens al thuis. Ik heb het niet eens gezegd. Ik heb net een maskertje opgedaan van mijn beauty. En dat is deze. Even kijken. De pore mask. Want mijn huid was echt heftig aan het glimmen. En het zag er niet uit. Maar hij is nu inmiddels zo hard geworden. I can't even move. Mijn huid ziet er echt veel beter uit. En het is zo zacht. Echt love it. Echt fijn dat ik even een maskertje op heb gedaan. Ik ga nu even mijn eten voorbereiden voor in België. Want anders ga ik namelijk de mist in. En dat wil ik echt absoluut niet. Maar ik heb dus net avocados gehaald. Ik ga nu even eitjes koken. En dan maak ik een ei-avocado salade, want ik heb ergens op internet zoiets gezien en ik wou het namaken, want het zag er echt super lekker uit en dat is natuurlijk ook voor mijn crackers. Ik ben gewoon verslaafd aan salades met crackers en het vult mij heel erg, dus dat blijft ook nog eventjes mijn vaste ontbijt. En wat ik heel erg belangrijk vind, wat ik heel erg belangrijk vind bij een dieet, is dat je van tevoren, een dag van tevoren even nadenk wat je de volgende dag gaat ontbijten, want anders ga je de mist. En ik heb heel vaak gehad, dan ga ik op pad en dan denk ik van shit, ik kan nergens ontbijt fixen. Bij de tankstation kan je niks halen, bij McDonald's kan je niks halen. Ik kan gewoon nergens een goed ontbijt halen en dan maak je al een fout. Maar als je goed voorbereid bent. Oké, voor mijn salade heb ik nodig avocados, 4 eieren, want ik maak even een klein beetje. Mayonaise zonder suiker, mosterd. Peper, zout en olijfolie. En een kleine bosuitje. Ik ben citroen vergeten, jongens. Ik baal er echt van. Paprika poeder. Nu de bos aansnijden. En zorg ervoor dat je echt heel klein snijdt. Anders overheerst deze smaak heel erg. Oké, nu gaan we de avocados pureren. Dit is 1 avocado. Ik denk in principe dat dit voldoende is. Want er komt nog ei bij, mayonaise.
nog even kijken, anders doe ik het tweede erbij. Oké, ik doe er alvast suikervrije mayo door. En ik doe daar best wel veel van. Zo, dat ziet er goed uit. Eitjes zijn gekookt. Ik ga ze nu even pellen. Oké, ik heb de eitjes gepeld en zitten er nu in. Ik ga ze nu even prakken. Oh ja, ik ben trouwens vergeten om Griekse yoghurt bij te doen. Dat doe ik wel altijd. Oké, nu hebben we dit. En het ruikt echt super lekker, jongens. Echt. Ik doe er lekker zout overheen. Moet ook een beetje smaak hebben. Zwarte peper. Ik hou wel van een beetje pittig. En paprika poeder. Esm is dus iets later dan verwacht klaar met de podcast. Dus ik moet alvast onze spullen inpakken voor België, zodat we meteen kunnen vertrekken. Want we redden de gym helaas niet meer. Dus ik ga even snel weer een tas inpakken. Zo, mijn tas is alweer ingepakt. Het enige wat ik eigenlijk nodig heb is een toilettasje en mijn lievelingspyjama. Oké, ik heb besloten om snel even te douchen. Ik wil me even heel snel opfrissen voordat ik ga rijden. We gaan trouwens in twee auto's rijden, echt heel stom. Want ik vind het altijd heel erg gezellig met Nessie in de auto. Maar we gaan met twee auto's om. Mijn auto laten we daar achter. En nu moet worden gerepareerd. Want de vorige keer had Nessie dus een aanrijding. En het is nog steeds niet gefixt. Dus dat gaan we vandaag fixen. Mijn auto blijft daar een paar dagen. En dan komen we terug met Nessie's auto. Ik ga me nu opfrissen. En dit is mijn foodpakket. Ik neem mee crackers. Lijnzaadcrackers. Ik neem mee sucrine. Suikervrije kauwgom voor onderweg. Ik neem mee amandelmelk, aardbeidjes en mijn nieuwe salade voor mijn crackers morgen. Wij zijn weer als twee servers in de lift. Ik heb inmiddels besloten om mijn pyjama broek hieronder aan te doen. En dat vind ik fijn uit het strijden. Doei Nessie! Doei! Zijn auto staat ergens anders. Zo, ik zit eindelijk in de auto. Het wordt echt één lange rit zonder Nessie. Altijd als we naar België gaan, dan ben ik echt raar gewend. Ik ben net in een auto zit en dat we gewoon echt super veel lol hebben. We zijn nu bij de tank. Nessie gaat nu voor mij tanken. Ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Wat ik wil zeggen is dat soms hebben we elkaar gewoon de hele dag niet gesproken. En zitten we bij elkaar in de auto. En dan gaan we gewoon aan één stuk door gewoon praten over hoe onze dag was. Gewoon aan één stuk door kunnen we gewoon praten zonder te stil te vallen. Dat is gewoon leuk. En dat wil ik vandaag ook, want ik heb hem eigenlijk de hele dag niet gezien. Maar ik ga hem straks gewoon bellen in de auto. Nini! 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 Hey! Nannetje. Ik heb gezegd dat ik jou mis in de auto. Ik mis jou ook. Dat het heel gezellig met jou is in de auto. We gaan bellen toch? Ja. Gaan bellen met elkaar. Gaan we ook ergens een koffietje halen? Hè? Gaan we ook ergens een koffietje halen? Wil je dat niet nu? Ja, zullen we dat niet hebben? Ja. Echt super schattig. Van Nederland naar België heb je dus gewoon tolwegen. En dan moet je dus stoppen om te betalen. Volgens mij kost het 5 of 6 euro of zo. Maar Nessie rijdt dus voor mij. Hij was gestopt en hij mag doorrijden. En dan dacht ik, shit, ik ben hem gewoon straks kwijt. Ik ben hartstikke nachtblind, toch? Hij moet gewoon iemand voor me rijden, anders zie ik weinig. En toen kwam ik dus bij die man aan. En Nessie reed door. En toen zei die man, nou, rijd maar door. Hij is al voor je betaald. Dat vond ik echt zo schattig van Ness. Dat hij zeg maar zelf eraan had gedacht, zonder dat ik hem herinner. Want jullie weten toch, mannen zijn een beetje dom daarin. En soms denk je van, ah, nee, dan gaat hij weer doorrijden. Vergeet hij weer dat ik het niet kan. Maar echt schattig, ik zweer. Lekker hoor, gezellig. Besef een beetje fluisteren. Besef, hoe laat is het nu? Over twee. En jij bent nog aan het eten. Je hebt bijna een hele stokbrood opgegeten. Ik heb wel van honger. Straks was die stokbrood bedoeld voor morgen, voor het ontbijt. Gaan we rustig aan naar bed. Zeg, ze lekker warm. Deze bank echt chill. Ik ga hierbij denk ik ook de vlog afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg. Zullen we doen, Nessie? Tot wel, kijkers. Doei.